Dit programma is mede mogelijk gemaakt door. Welkom bij de kermiskoers van Sint-Jansteen. Voordat de renners vrij baan kregen op het lokale criterium, vond eerst de Solex race plaats. Toen die voorbij was, waren de ogen gericht op thuisrijders Danny Nachtegaal en Jimmy de Bruin. Wat kunnen zij voor eigen publiek? Mijn verwachting is gewoon een ontzettend leuke koersrijden. Vooral met de supporters die hier op het parcours staan, familie, vrienden, sportcollega's. Dus daar gaat het mij om. En ik hoop dat het leuker kan klasseren dan een tweede. Ik heb het op heden nog geen hele korte uitslagen gereden dit jaar. Nog wel wat ups en downs gehad, zeg maar. Maar zoals ik zei, stijgende lijn wel te pakken. Dus ik hoop toch voor een verrassing te kunnen zorgen en mee te zitten in de kopgroep. En dan zien we wel hoe het loopt. Als we de erelijst van de voorbije 5 edities erbij pakken, springt vooral de naam van Brian van Goedhem in het oog. De renner uit Sluiskil won in zijn laatste jaren als amateurrenner de ronde van Sint-Jansteen 2 keer achter elkaar met overmacht. Tot zover de geschiedenis van de wedstrijd. Hier zien we Gaston Everaert de ronde van Sint-Jansteen op gang schieten. Hij gaf daarmee tegelijkertijd het stokje over aan een nieuw bestuur onder leiding van Alain van Gassen. Het nieuwe comité werd in de eerste editie meteen op de proef gesteld. We hadden alles goed voorbereid, een prima draaiboek. Iedereen wist wat hij aan toe was, wat hij moest doen. Dus het was eigenlijk geen probleem. Het liep bij op het slot tot eigenlijk op het laatst. Er bleef nog een auto op het parcours staan. We hebben snel moeten ingrijpen, anders kon de koers niet doorgaan, want de KWU keurde het parcours niet goed. En 7 minuten voor tijd hadden we groen licht, dus kon die vertrekken op tijd. In tegenstelling tot het bestuur is de route van de ronde van Sint-Jansteen niet gewijzigd. De renners beginnen traditiegetrouw in de Wilhelminastraat aan de wedstrijd. Ze rijden achtereenvolgens via de Hoogstraat, de Prins Hendrikstraat en de Burgemeester IJsbaardstraat terug naar de Wilhelminastraat. Het rondje is 1,6 kilometer lang en moet 50 keer worden afgelegd. In totaal fietsen de renners dus 80 kilometer. Voor Brian van Rutte verliep de start problematisch. De renner van Willebrood Wil vooruit had na 100 meter koers al kettingproblemen. Maar de wedstrijdjury was schappelijk en liet van Rutte na de eerste ronde weer aansluiten bij het peloton. Al in de juiste post, hoor, help! In de openingsfase probeerden verschillende renners een voorsprong te nemen, maar het peloton liet niet begaan. Toch bleef het aanvalspogingen regenen. Met name Hans Dekkers was vaak in de voorste gelederen terug te vinden. Vooraf twijfelde hij of een goede klassering in Sint-Jansteen mogelijk zou zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier nog nooit echt heel kort gereden, dus ik heb nog niet criteriums. Ja, daar ben ik niet echt heel goed in. Maar op zich de conditie die ik heb en als de benen een beetje mee zitten, zou het dan moeten lukken. Maar het is altijd lastig hier. Voorbij half koers was het peloton nog steeds gesloten door het hoge tempo. Hoewel de vluchters steeds meer ruimte kregen, was het wachten op een definitieve schifting. Wanneer er een koproep weg was, dreigde het telkens vooraan stil te vallen. Het peloton maakte daar handig gebruik van. In de slotfase konden achterrenners alsnog een mooie kloof slaan. 10 seconden. In de volgende ronde was de kopgroep gereduceerd tot 4 renners. DRC De Mol had met Ramon Vleugel en Lieve Antonissen 2 renners vooraan. Verder waren Eloy Raas en Koen van den Klundert mee. Het peloton zat de vluchters op de hielen. Kort daarna zagen we dat Vleugel vooraan was afgehaakt en deel uitmaakte van een achtervolgende groep van 4 renners. Zij leken op weg naar de kopgroep.
Maar de vier achtervolgers zagen hun tegenaanval stranden, waardoor de drie renners vooraan om de zegen konden strijden. Iedereen de bel gekregen voor het laatste rondje. Ultimo Giro, laatste rondje! In de laatste rechte lijn ging Eloy Raas al vroeg aan, maar hij sprintte zo snel dat niemand hem nog kon passeren. Hans Dekkers won daarachter de sprint om de vierde plaats ten koste van David van Eert. Er is echter slechts één winnaar en dat is de dolgelukkige Eloy Raas. Ik kan het ook nog niet echt geloven, want in de laatste koers heb ik steeds goede benen, maar de uitslagen blijven een beetje uit. Het was ook op het NK het geval, dus dit is wel echt een hele mooie opsteker. Ik was eigenlijk al blij dat ik op het podium zou staan en ik wist dat Koen en Antonis, het zijn normaal ook hele snelle mannen. Ik heb gewoon geprobeerd om met een heel traag tempo door de laatste bocht te gaan en dan gewoon vol aan te gaan en te zien waar ik zou stranden. En ik wil hem daarnaast hebben, op het podium! Thuisrijder Jimmy de Bruin finishte buiten de top 10, maar ging niet met lege handen naar huis. Met een 13e plaats was hij immers de beste streekrenner. Jimmy naar boven! Ja, leuke bijkomstigheid natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om het echte podium. Dat is helaas niet gelukt vandaag. Maar toch een mooie prijs mee naar huis kunnen nemen. Dus dat is leuk. Ik had geen superbenen, dus het was af en toe een beetje gokken. En een beetje sparen en dan weer een keer meespringen. Dus een beetje geluk hebben natuurlijk. Dus al bij al toch wel redelijk afgezien.